lieve Kupke. Je ziet het hartje kloppen. Precies 70 jaar geleden kwamen mijn opa Chandi en oma Bita Kakarissa in de haven van Rotterdam aan. Ze verhaalden noodgedwongen de warme Molukse eilanden voor het koude Nederland. En wat volgde was een lange en pijnlijke reis vol heimwee en frustraties, met als eindstation Maastricht. Tot op de dag van vandaag wordt er bij mij thuis nog steeds over dit onderwerp gezwegen, waardoor ik nu een belangrijk puzzelstukje van mijn geschiedenis mis. 70 jaar en 3 generaties later vind ik het de hoogste tijd om deze stilte te doorbreken. Omdat ik het nu belangrijker dan ooit vind om het verhaal van mijn voorouders door te kunnen geven. Ik ga op zoek naar mijn verleden tijd. Wat zeg vlak? Oh, dus geen slagroom. Nee? Wat vind jij eigenlijk van eigenlijk? Wat heb je genoeg gevraagd? Dat ik studiceren maken ben over het verleden van opa en oma. Over de moeilijkste geschiedenis. Ja, ik vind het wel chic. Dat ze, ik moet zeggen dat het me daardoor ook steeds meer begint te boeien. En ja, toch dat steeds meer met lui over vertel en nog toe is. Ja. Want ze wist er zelf niet zo heel veel van, toch? Nee, dat ze dan ook nieuwsgierig was naar stambomen en zo en dat verleden, ja. Ik vind dat wel interessant. En ik ben natuurlijk groenzottig. Ja. Ja, ja, dat is zo. En ja, met ze, ja, er zien heel veel dingen hoe je nu langzaam gedurende de opnames van deze serie echt over nadenk. Dat is natuurlijk de taal. Wie wil gewoon wellicht de baby, is een baby dat we van metgeven, maar ook bijvoorbeeld het geloof. Die is katholiek geduipt, die ben protestants geduipt. Ja, mensen, ik ben gelovig op een of andere manier. Ik weet dat ik geduipt ben, ik weet dat ik de communie gedaan heb, dus dat vind ik gewoon belangrijk. En welke kerk dat er toch is, ja, als dat bij die is dat voor mij alleen maar prima. Dus het moeilijkst, ja. Protestant duipen. Ja. En zondagsschool en zo, en geloofsbeleiden en zo. Ja, ik weet er natuurlijk nog niet alles van, maar dat moet toch zeker wel goed komen. Ik stond er in ieder geval wel positief tegenover dat we dat zo doen. Ik ben opgevoed met Molukse normen en waarden en alles wat erbij kan kieken. En ik ben Grutserboeg van Dankom, dus ik wil eigenlijk ook de opvoeding die ik gehad heb doorgeven. Ja, maar die is toch ook gewoon een Grutse, Maastrichtse, Molukse. En ja, dat kennen onze baby te worden weer. Dus, ja, het is best of both worlds. Ja, of zo. Ja. Ja, vind ik wel. Ben ik wel eigenlijk wel benieuwd. Wat zijn dan de eerste indrukken wat je hebt van de Molukse cultuur? Ja, dan denk ik aan eten. Dan denk ik aan gezelligheid, aan saamhorigheid. Familie, en dat, ja, dat vind ik echt fantastisch. Gewoon die hechte familieband, iedereen is familie. En dat, ja, die hechte baan vind ik schoon. En dan gewoon de normen en waarden. Ja, de gezelligheid met muziek, dat er altijd muziek is. Ja, en het respect voor elkaar. En dat vind ik wel echt schoon aan de Molukse cultuur. Ja, wat bedoel je met die respect dan? Ja, dat met twee woorden spreken. En naar de ouderen wordt altijd oom en tante gezegd. Ja. Ja, dat vind ik, ja. Ja, dat kan, ja, voor mij is dat vanzelfsprekend. Ja, maar dat kunnen veren nog gaat van leren, denk ik, in Nederland. Ja, het zijn wel voor mij altijd twee werelden geweest. Met zijn mam is Limburgs, pap is Molukse. Dus voor mij wordt het als klein kind dat al altijd... Dat is ook zo dadelijk. Ja, toch? Voor mij wordt het wel altijd schakelen van de ene wereld naar de andere kant weer. Al is het qua taal, hè, want toen spreek ik gewoon dialect, zo wie noem het die. En bij pap hoorde ik de Molukse taal. Dus als kind altijd heel even schakelen. Maar voor mij is dat een gevoel ook. Ja, ik kan er heel makkelijk in schakelen, maar ook wel belangrijk. Want ik vind dat de taal voortgezet moet worden. Dus dat is wel het wat ik zelf heren zou willen doorgeven. Wat vindt Stieg dat Stieg vanuit tien cultuur kan ze metgeven? Vaste lauwe, ja. Denk ik. En wij er
dat ze dat voor alle twee met een hechte familieband zien opgegroeid, dat is alleen maar schoen voor zijn baby ding. Dus ik denk dat voor, ja, als voor het vast, de vaste avond en alles wat we hier in Maastricht hebben goed kunnen combineren met de Molukse cultuur, dan denk ik dat we een schoen baby kunnen opvoeden samen. Dat, dus de baby, dat hebben ze heel geren dat de baby de Maastrichter gijs vult, ja, ja. Maar ook de Molukse tyfuslagen. Ja, ja, zeker. Net zijn tot de baby gewoon geduurd wordt en alles wat erbij huurt. Ja. Dat is echt een droom, man. Zo mekelijk. Ja, zo mekelijk, ja. Met ze, ik weet ook niet wie zich dat in steeds, maar ik vind hetzelfde dat zij zich gaat heel aan, snap je? Maar... Ja, we hebben de zoen nog niet, iedereen erover gehad. Nee. Ja. We hebben altijd met flauwekul dingen, maar niet zo... Ja, met allemaal Molukse woordjes. We worden een kloek, hè. Ja. Hmm. We zijn alle twee zwanger. Ja, wie had dat ooit gedacht, hè? Ja, je bent nu ook over de helft, net als ik. Ja. En de tweede van jou, die komt eraan. Mm-hmm. En jij dan een eerste. Ja. Wat is voor jou zo belangrijk om aan je kinderen mee te geven qua Molukse normen en waarden? Nou, respect staat sowieso op nummer 1. Ja, respect dat, voor ouderen en zo. Ja, ook. Ja. Niet alleen voor de Molukse ouderen, maar gewoon in het algemeen. Ja. En ja, de Molukse opvoeding qua geloof... Hij is nog heel klein nu. Hoe oud is hij? 2,5. Okay. Maar wat wij nu wel aan hem meegeven is bidden, zeg maar, voordat we weggaan. Bidden voor voordat je thuis weggaat? Ja. Okay. Voordat we thuis weggaan, bidden voor het slapen. Maar ook bidden voor het eten, ja. Na het eten. Ja, want ik bid zelf niet als ik ga eten. Maar eigenlijk alleen als we met de familie samen zijn. Ja. Is dat dan, ja, vind je dat te kort door de bocht? Omdat ik het zo doe? Ja, nee, weet je wat het is? Ik vind gewoon, jij moet jouw gevoel achterna. Als jij dat, als het voor jou goed voelt om niet te bidden voor het eten, dan moet jij dat doen. Wie ben ik om daar een oordeel over te hebben? Nou ja, mag. Ja, dat klopt. Maar ik heb zoiets van, nee, dan moet je gewoon zelf eten. Ja, oké. Okay. Toch? Ja, maar het maakt me niet... Minder Molukse. Nee, want je bent heus niet de enige. Ja, dat is het toch. Ze zullen het misschien niet toegeven, maar het is wel zo. Hé, hey, maar Jay, deze plek, hè? Hier speelden wij vroeger. Ja, klopt. Ik ben hier niet meer geweest sinds 1997 of zo. Ik ook niet. Want vroeger had je hier zo'n tuintje. Ja, zo'n, ja, dat was volgens mij van opa Mingus. Volgens mij had hij daar ook zijn spullen in zo'n schuurtje staan. Maar even, ik vind dit best raar aanvoelen. Ja, dat is ook. Niet? Maar je ziet ook dat alles verandert. Ze zijn vroeger ook al heel groot of zo. Ja. Ja, 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 toch? Heel raar. Ja, grappig. Ja, moet je zien. En straks spelen de volgende generatie hier. Ik hoop het. Ja, dat blijft. Hè? Oh, het is wel een mooi gevoel. Ik lacht alweer. En zou jij jouw kind dan... ook echt in de wijk willen laten, je kinderen ook in de wijk willen laten opgroeien? Dat ze dit stukje wat wij, zeg maar, van vroeger hebben meegekregen, dat zij dat ook zo meekrijgen? Ja, ik ben zelf niet in de wijk zelf opgegroeid. Maar, elke week was je in de wijk? Ja, precies. Ja. En dat zou ik hem dan wel willen meegeven, ja. Want dan leert hij ook, hoe klein die ook is, leert hij ook de Molukse cultuur op een andere manier kennen. En niet alleen maar het... en bidden en dit en dat, maar ook met de kinderen spelen. Ja, het saamhorigheid of zo. Ja. Zodat je, net als wat wij vroeger hadden, de zomerkampen, weet je wel, je kent... En het mooie vind ik daarvan is, je kent elkaar nu ook. Ja. Snap je? Je bent niet vreemden van elkaar. Ja. Vanaf vroeger al weet je ongeveer wie het is. Ja, deze wijk waar we nu lopen is gewoon, alle straten is gewoon thuis eigenlijk. Ja. Als ik nou hier zou aanbellen bij deze tante... Dan weten zij wie jij bent. Ja. Jij ja. weet wie zij zijn. Ja. Ja, dat vind ik het mooie. Ja, dat is die saamhorigheid. Dan is wat het mooi maakt dat we die Molukse wijken nog hebben als, ja, ik noem het als rest van wat onze voorouders eigenlijk opgebouwd hebben. Ja, precies. Ik vind het zelf heel erg belangrijk om die zwarte pagina over opa en oma straks door te vertellen aan mijn eigen kind. Ja.
Hoe belangrijk vind jij dat? Ik vind dat ook. Want de geschiedenis zoals je vindt hem nou, de pagina vind je nou niet meer in de geschiedenisboeken. Ja. Dus nooit. Dus het is aan ons om het door te vertellen. Ja. En ja, ik vind het gewoon heel belangrijk. Dat vertel ik hem gewoon. Want hoe kun je anders verklaren dat wij hier zitten? Beginnen, Nira? Ja, moet. Ja? 3, 2, 1. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami. Kami yang secukupnya. Ja. Ja. Oh, ging te snel? Nee, ik kon niet zo snel lezen. Ja. Ja. Geloof staat eigenlijk centraal binnen de moeilijkste gemeenschap. Zelf ben ik ook heel blij dat mijn opa mij dat in de opvoeding heeft geleerd en heeft meegegeven. Mijn opa natuurlijk, ook mijn vader, maar ja, zo zijn opa's. En ja, ik ben elke zondag naar de zondagschool geweest. Ik heb catechisatielessen gevolgd, daarna om mijn 18e geloofbelijdenis gedaan. En daardoor heb ik wel ook geleerd wat dat stukje geloof in onze cultuur inhoudt. Dus ja, ik ben wel blij dat ik dat gedeelte heb meegekregen. U bent getrouwd met mijn tante. Ja, dus ja. Ik ken mijn opa en oma door en heel door. Heel goed, ja. Hoe stonden ja. mijn opa en oma in het geloof? Opa was de driver eigenlijk, de motor. Uh-huh. Die het geloof steeds bij, vooral bij de kinderen, aanwakkerde. Het kon wel eens zijn dat ze insliepen, maar dan was opa er weer om mee naar de kerk zondag. Ja. Maar dat is niet alleen voor opa, maar voor alle opa's. Ja. Ze kwamen als knilmilitair naar Nederland. Ze kregen ontslag. En ze hadden eigenlijk niks. Ja. Ze hadden voor de rest niks. Maar wat degene die toen nog ouders hadden op Ambon en in Indonesië, die ouders zeggen tegen hen van, joh, hou je vast aan God. Want die weet wat er morgen en overmorgen en volgend jaar gebeurt. Wij weten dat niet als gewone mensen. Adeling. Dus hou je vast aan God. Ja. En dat hebben ze gedaan. Hoe belangrijk het is dat je het doorgeeft, dat ligt ook eigenlijk aan de waarde die je daaraan hecht. Ja. Wat opa en oma jou mee hebben gegeven. Als je daar heel veel waarde aan hecht, en je wilt dat het kind ook die weg volgt, omdat jij het gevoel hebt van, het is helemaal niet verkeerd. Ja. Het heeft toch wel enige waarde in het leven. Dat zie je nu pas, hè? Dat zie ik ook echt nu pas, die ja. Waarde zie je nu pas. Ja, ja. Want het was zondagschool, wat ik zei, dat was leuk. Spelenderwijs met de Bijbel omgaan, met de kinderen uit de wijk spelen. Ja, en dan ook geloofsbelijdenis, subsidie doen. Dat moest ook van opa, want opa verwachtte, ik draag de naam Kakarissa. Ja, dus, moeilijkste naam. Maar niet dat ik het zelf niet wilde, en ik wilde natuurlijk zelf ook. Maar ik zie nu, zoveel jaar later... Ja. Toch de waarde ervan. De meerwaarde ervan. De meerwaarde. Ja. En weet je wat het ook mooi... Wat vind ik, hoor. Je hebt je familie bij elkaar. Ja. En die contacten met elkaar, die onderlinge contacten... Ja, dat heb je nu nog, hè. Ja. Dat is niet weg. Dat heb je nu nog. En als we dat zo op die manier kunnen overdragen naar onze kinderen en onze kleinkinderen, ja, dan hou je die relatie mooi, toch? Ik bedoel, ja, dat hoort ook bij het moeilijkste leven. Ja. Dat je de relatie goed onderhoudt en de papata, het gezegde van lijn, sayang, lijn. Heb elkander lief. Lijn, sayang, lijn. Ja, dat doe je daarmee ook opa's en oma's eer aan, denk ik. Als je dat vasthoudt. Ja. Toch? Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Dag vader, dag moeder. We zijn er weer, hè? Kom even poetsen, ja? Ja. Als opa hier nu bij was, zou die me aanwijzingen geven hoe ik dit moet doen, hè, pap? Ja, die is altijd zo, hè. Pietje precies. Zo. Dan denk ik even netjes alles terug. Denk je nog elke dag aan ze? Ja, natuurlijk. Wat denk je dan? Ja, dat ze niet meer zijn. Hè. Dat moet gewoon koesteren. En mis je opa en oma dan? Ja. Toch? Ja. Ja. Zelfs het knoteren van opa, zeg maar. Ja, dat hoort bij hem. Dat hoort bij opa, het knoteren. Ook al is het alleen maar om niks. Nee, maar zeker nu, pap. Want weet je, dan ben ik bezig met die zoektocht naar het verleden van opa en oma. Weet je, ja. Als opa en oma mij alles verteld hadden, dan had ik die toch niet hoeven maken. Maar dan was het ook, hadden we het ook nooit zo samen kunnen beleven. Dus van de andere kant ben ik daar blij om. Maar ik had het liever natuurlijk zelf van ze willen horen, omdat je dan... Dat is een verzwegen verhaal eigenlijk, hè? Ja, maar begrijp je waarom die dat, waarom opa nooit erover vertelde? Nee, ik wil het gewoon... Hij wil het gewoon niet vertellen. Dat is gewoon alles. Hij wil het alleen voor zichzelf houden. Maar snap je dat? Nee, ik snap het ook niet. Ik had hetzelfde willen doen. Waar het niet dat ik al redelijk goed geïnformeerd was over wat mijn grootouders en mijn ouders hebben meegemaakt tijdens de oorlog en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. En dat jij dat nu, anno 2021, doet op deze manier. Dat vind ik geweldig. Ik denk dat we heel veel van elkaar kunnen leren. En dat wat jij nu ontrafelt, de stukken via de herinneringen die je nu bij elkaar brengt, dat daar anderen heel veel baat bij zullen hebben. En de kleine van jou in het bijzonder. Dus chapeau. Of zoals mijn moeder zou zeggen... Mooi, hè? Bagus, ja? Ja. Ik heb een heel voldaan gevoel van deze reis. Ik ben heel veel puzzelstukjes tegengekomen die ik zelf in elkaar heb kunnen plaatsen. Waardoor ik een duidelijker beeld heb van het zwijgen van mijn opa. Waarom die dat deed. En daardoor ook nog meer respect voor hem heb gekregen. En begrip. Dus ik denk dat ik al met al blij ben dat ik deze reis heb kunnen doen. Al weet ik nog niet alle antwoorden, maar daar heb ik nog een heel leven voor. En misschien is dat iets voor de volgende generatie. En nu zou oma zeggen zo, pulang makan. Ja, dingen. Eerst dingen. Kom, pap. Ga naar huis. Ja, is goed. Dag, vader. Dag, moeder. Tot weer ziens weer. Ik kom weer eens hier langs. Als we tijd hebben. We hebben een druk leven. Ja, kom, want jij gaat nu voor mij koken. Kom. Ja, kom. Dag, opa. Dag, oma. Dag. Slamat.